Ik ben Harry de Bruinwandere, burgemeester van Lint. Oh, wat we zeker willen realiseren zijn eigenlijk de binnenste buurtinformatienetwerken. Omdat wij denken, er zijn heel wat uh, inbraken gebeurd de laatste maanden in Lint en omstreken. En een buurtinformatienetwerk zal belangrijk zijn om de veiligheid mee te waarborgen. Zeker en vast. Wel binnen zes jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat eigenlijk onze gebouwen stelkens aan een verbetering toe zijn. Ons eigen patrimonium is wat aan het verouderen. En we gaan proberen van die toch de komende zes jaar in een masterplan te geïnteresseerden. Zodat we kunnen zeggen, die gebouwen gaan we zeker bijhouden. De andere gaan we misschien afstoten, want ja, natuurlijk kunnen we geen gebouwen bijhouden die echt niet meer van toepassing zijn. En dat gaan we de komende zes jaar zeker en vast doen. God, wij hebben een straat in Lint, de Duffelse Steenweg, die al, ik zal niet zeggen... Jaren, maar echt wel tientallen jaren onder water loopt, bij hevige regenval. Ik vind het erg voor die mensen, want ja, die worden telkens geconfronteerd met water dat binnenloopt. loopt. We gaan daar toch proberen iets aan te doen, al was het maar met een bufferbekken te maken, een bekken dat dat water kan opvangen. We gaan daar deze legislatuur graag iets aan doen. Wel, we gaan de mensen geen hemel op aarde beloven met dingen die we niet kunnen uitvoeren. We gaan zeker geen zotte dingen doen financieel. We zijn een kleine gemeente, we moeten de tering naar de nering zetten en we gaan financieel heel bedacht en heel goed om met de centen van de lentenaren.